leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag wat uittesten. Ik heb online deze curlformers geshopt. Ik zal hieronder een link plaatsen. Ik heb 3 setjes geshopt. Ik heb ze eigenlijk nog nooit eerder gezien. Dus voor mij de eerste keer. Ik heb wel een beetje uitgezocht hoe je het moet doen. Ze maken een beetje een wave in je haar. Je haar moet nat zijn. Vandaar ook de handdoek. Ik heb er wel een uitgepakt. Dit is dus zo'n former. En hier zit een opening en er zit een haak bij. Die klik je dan zelf in elkaar. Dat had ik bij deze al gedaan. En daarmee kan je haar dus door een former halen. Dus dan zet je hem zo en dan je pluk je erdoor. En dan kan je haar erdoor trekken. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb ook deze erbij. Deze styling mousse. Omdat deze de krul zou moeten helpen. Uithalen. Ik heb heel moeilijk haar om te krullen. Vooral niet om te krullen, maar het blijft heel slecht zitten. In de vlog hierna kan je dus ook een beetje zien hoe lang het blijft zitten bij mij. Ik heb geen bandhaar, maar het komt wel een beetje in de buurt. Dus ja, ik ga het gewoon proberen. Ik ben heel benieuwd. Zo, ik heb alle vormers uitgepakt. En nu dus beginnen we met mijn haar, wat nog wel goed nat is. Het moet allemaal in kleine plukjes, dus... Eerst even goed borstelen en dan de mousse er doorheen. Ik ben sowieso al geen haartalent, dus ik ben echt wel heel benieuwd hoe dit voor mij is. En misschien is dat voor de test zelfs wel leuker. Want iemand die al alles met haar kan en heel makkelijk haar heeft, ja, daar wil alles wel bij. En dan is het juist denk ik wel leuk om eens te kijken, als je dat niet bent, hoe het dan gaat met je haar. Ring af. Ik vind dat zo vervelend met mousse. Alle mousse in, dus nu even goed doorborstelen. En mijn haar klit dus wel. Ik heb daar een spiegel staan, zodat ik af en toe wel een beetje kan zien wat ik doe. Dus daar zal ik af en toe een beetje naar kijken. En ik ben heel benieuwd. Ik ga de eerste eens proberen. Oh, dit gaat wel lastig. Het knoopt dus heel snel. Kijken waardoor dat komt. Ik heb hem iets lager hou eerst. Zo gaat hij dus wel iets beter in. Ik heb het gevoel dat hij heel lang mee zich mee gaat zijn. Ik zal het bijhouden. Dus ik heb nu op de klok gekeken. En dan ga ik eens kijken hoe lang het duurt om dit allemaal dus in mijn haar te krijgen.
en zo zitten ze er dus allemaal in. Het zit heel raar in je hoofd, het is zwaar en ze willen niet echt alle kanten op. Ik ga even kijken of ik er zo een elastiek om kan doen dat ik ze even opzij hou. Al voelt dit niet echt heel erg lekker. En nu ga ik mijn haar flink laten drogen en dan ben ik straks weer terug. Zo, daar ben ik weer. Het is een paar uur later. Ik heb ze nu 3,5 uur ingehad. Ik was nog vergeten te vertellen, ik ben ongeveer 1,5 uur bezig geweest om ze erin te zetten. Wat ik dus vrij lang vind. Wat ik ook vind, als je ze in hebt, het belemmert heel erg. Ik heb uitgetest. Ermee zitten gaat natuurlijk wel, maar ermee liggen, dat wil je echt niet. Het trekt de haren uit je hoofd, het ligt in de weg, het doet gewoon pijn. Dus dat is echt allesbehalve fijn en echt geen aanrader. Dus ik hoop dat het resultaat heel mooi wordt. Dan heb je er wat aan. Anders weet ik niet zo goed wat ik ervan vind. Ik ga ze in ieder geval van nu eruit halen. Ik heb een grove kam erbij gepakt. Als ik namelijk mijn haar echt borstel met krullen, is het er bij mij gelijk uit. En ik heb deze haarspray. Die zou dus zacht moeten blijven en wel volume moeten geven. Dus dat is wel top. En ja, ik ben heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Dus ik ga ze eruit halen. Dit is de eerste. Hij geeft dus wel een golfje in mijn haar. Hier was dit niet zo lekker ingaan, dus wel een klitje erbij. Ik ben benieuwd. Het heeft wel vorm in ieder geval. Ik weet niet of je het heel goed ziet. Zo, dit is dus het resultaat als ik ze eruit heb gehaald. Ik moet zeggen, ik heb hier natuurlijk de spiegel nog staan. Dat vind ik er wel echt heel mooi uitzien. Ga ik eerst de haarlak even sprayen, want bij mij anders is het er echt gelijk uit als ik het ga kammen. Zo, dus flink in de lak. En dan ga ik ze heel voorzichtig uitkammen. Dit is dus het eindresultaat. Ik heb ze 3,5 uur in gehad. Ik ben 1,5 uur bezig geweest om ze erin te zetten. Dus bij elkaar 5 uur. Wat ik wel heel lang vind. Ik vind het op zich wel heel erg mooi vallen. Mooie slag. Ik ben benieuwd of het er ook in blijft zitten. Ik vind wel dat mijn haar er heel erg van gaat pluizen. Dat was ook met het inzetten zag ik dat al eigenlijk een beetje. Maar goed, ik vind dit dus heel erg leuk. Voor nu vind ik het heel veel werk, maar dus wel een heel mooi resultaat. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie van het eindresultaat en van de vormers vinden. Misschien zijn jullie er bekend mee. Laat het allemaal even weten hieronder. Vergeet je ook niet te abonneren. Dat kan of hieronder of in het scherm hierna. Er zit een button, daar kan je even op klikken. En laat natuurlijk even een duimpje achter. En dan zie ik jullie de volgende video. Doei!